Met zijn vele ziekenhuizen, tal van bedrijven en wereldvermaarde onderzoeksinstellingen, zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Universiteit Antwerpen, bouwt Stad Antwerpen mee aan een belangrijk innovatiecluster rond HealthTech. Een sterk groeiend ecosysteem waarin gefocust wordt op innovatie en diversificatie en waaruit elk jaar nieuwe spin-offs en start-ups ontstaan. De Innovatiehub Dunden is een doorgroeiruimte voor deze verschillende type start-ups en biedt ook onderdak aan de incubator en accelerator Blue Health Innovation Center. Wat al deze healthtech ondernemers bindt, dat ze ongeacht de fase waarin ze zich bevinden, kiezen voor Antwerpen als stad waar binnen hun domein grote groeikansen liggen. Moonbird is een healthtech onderneming die mensen ondersteunt en begeleidt bij het uitoefenen van ademhalingsoefeningen. We hebben de Moonbird op de markt gebracht, wat een toestel is dat je in je hand houdt en dat een ademhalingsritme aangeeft. Het zet uit, het krimpt in. Op een heel intuïtieve manier kan je op die manier ademhalingsoefeningen gaan doen. Er zit een sensor in die van alle fysiologische signalen van je lichaam meet. En op basis van die signalen kunnen wij dan weer feedback geven en aantonen of je goed bezig bent met die ademhalingsoefeningen en wat het effect van die ademhalingsoefeningen is op je lichaam. Met de stap te maken van Brussel naar Antwerpen zijn we natuurlijk veel dichter bij dat ecosysteem komen te zitten. Profiteren we van de aanwezigheid van Blue Health Innovation Center en Blue Health Innovation Fund. En zij zijn daar bijna op een dagelijkse basis voor ons. We waren op zoek naar meer plaats, naar de bereikbaar of de beschikbaarheid van talent. Het feit dat Antwerpen toch met het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar is. Het is een stad die goed functioneert. De aanwezigheid van de hogescholen en de universiteiten. De andere start-ups, we zijn gegroeid. En samengegroeid met andere start-ups en we zagen dat die zich kwamen vestigen in Antwerpen. En het was dan voor ons ook een logische keuze om in Antwerpen terecht te komen en ons te vestigen in Antwerpen met onze operaties. Epcon is een Belgisch-Zuid-Afrikaanse healthtech start-up en wij gebruiken artificiële intelligentie om epidemieën in kaart te brengen en te voorspellen en eigenlijk ook in te dammen. De klanten van ons zijn meestal de grote NGO's zoals de Gates Foundation en WHO, maar het zijn echt lokale healthcare teams die onze tool gebruiken om te weten waar zijn de hotspots, vandaag voornamelijk voor tuberculose, om te weten om mensen te kunnen gaan screenen, diagnosticeren, medicatie ter plaatse te krijgen en hen zo te genezen. Vandaag is tuberculose onze hoofdziekte. We zijn ook al actief binnen COVID en lepra, maar we willen vooral nog de andere twee grote ziektes toevoegen, malaria en HIV. Dus hoe werkt onze AI engine? Wij combineren eigenlijk drie verschillende databronnen. De patiëntendata, omgevingsdata, access tot drinkbaar water bijvoorbeeld, en bevolkings- of sociodemografische data. En we zoeken naar patronen in die data, dus op basis wat we leren in enkele punten in een land, kunnen we een heel land extrapoleren. We hebben gekozen voor de stad Antwerpen, omdat je toch wel ziet dat hier een aantal belangrijke spelers zijn, specifiek Vaccinopolis, maar ook zeker het Tropisch Instituut is voor ons een belangrijke partner. En dan ook Dunden, ja, daar heb je echt een health community, health tech community, zeg maar. En we zijn met 8 start-ups die hier vandaag gevestigd zijn. En het is heel belangrijk dat we van elkaar leren. Het is immers een heel complexe sector waar we in spelen en dus dat is voor ons zeker belangrijk. Nobi is een slimme zorglamp, ontwikkeld in Antwerpen. De missie van Nobi is om ouderen zo lang mogelijk gelukkig, veilig en waardig te laten leven, waar dat ook is. We vragen om hulp, even geduld. Even geduld. Dat begint bij mensen thuis, maar evengoed in woonzorgcentra tot en met geriatrische afdelingen van ziekenhuizen. We doen dat door valpreventie, valdetectie, lifestyle monitoring, alles wat technologie kan doen om het leven van ouderen veiliger te maken en de taak van zorgverstrekkers lichter. Nobi heeft voor Antwerpen gekozen in de eerste plaats omdat de oprichting van Nobi in Antwerpen gebeurd is. De oprichters komen uit Antwerpen op eentje na. Die hebben we geïmporteerd van de overkant van het water. De belangrijkste troeven van Antwerpen zijn natuurlijk een geweldig bruisend ecosysteem van start-ups. Dat trekt jong development talent aan dat Nobi brood nodig heeft. En de Antwerpse haven speelt voor ons ook een belangrijke rol. Wij willen maakindustrie terug naar Vlaanderen brengen. En er is geen plaats beter geschikt om productie van hardware te doen dan Antwerpen.